Hans Geus, ja Hans, we kunnen goed nieuws of nieuws goed en slecht proberen te verkopen. In dit geval maar goed, want iedereen die op vakantie gaat naar Turkije is weer een stukje voordeliger uit, hè? Ja, tenminste wat hij daar in de lokale munt uitgeeft wel, want die is zomaar 3% onderuit gegaan, die Turkse lire tegen de euro. Hier op deze lange termijn grafiek zie je dat er eigenlijk al een hele lange trend is, maar gisteren die 3% of vannacht eigenlijk is de grootste val sinds 2 jaar geleden toen die staatscoup bezig was, of een poging daartoe in ieder geval. Ja, Erdogan laat er geen gras over groeien. Hij heeft allemaal nieuwe bevoegdheden, zoals je weet, hè, na zijn herverkiezing. Hij heeft meteen zijn schoonzoon aangesteld als chef economische zaken. En hij heeft ook gezegd dat hij kan bepalen wie de nieuwe gouverneur, de nieuwe baas van de centrale bank wordt. Nou, dan weten we wel waar dat toe gaat leiden, want Erdogan is een vijand van rente, heeft hij gezegd. Dus hij wil iemand die rente lekker laag houdt. Ja. Toch, ja, dat klinkt natuurlijk allemaal leuk, je vakantie wat goedkoper. Maar ja, het grote geheel is natuurlijk dat dit gewoon voor de Turkse economie toch geen goed nieuws is, lijkt mij. Nee, vrij slecht nieuws. Hè. Die schoonzoon dan, Al Bayrak, volgens mij geen familie van onze voormalige staatssecretaris trouwens. Maar die, ja, die gaat waarschijnlijk door met stimuleren. Maar het probleem is, er wordt al veel te veel gestimuleerd. De rente is al veel te lang te laag. Beleggers willen juist zien dat er strenger beleid komt met hogere rentes om de tekorten terug te brengen. Want nou, staatstekorten vind ik zelf nooit zo erg, maar handelstekorten vind ik wel erg. En kijk even naar het handelstekort van Turkije. Dat is enorm opgelopen. Dat is een teken dat er te veel koopkracht is in de binnenlandse economie. Mm-hmm. Dat de mensen dus te veel importeren, dat er te veel spullen uit het buitenland worden gehaald. Ja, en dat is echt economie 101, is dat dan vervolgens je koers onderuit gaat als je niet ook je rente bijvoorbeeld heel erg verhoogt of op een andere manier heel veel kapitaal aanzuigt. Maar beleggers verliezen vertrouwen in Turkije en dan wordt er met deze laatste maatregelen wordt dat er niet beter op. Oké, dan zou je de rente eigenlijk moeten verhogen, maar dat wil Erdogan dus weer niet. Precies, en dat wil hij niet, omdat het natuurlijk slecht is voor de groei. Hij is echt een verklaard vijand van de rente, dat heeft hij gezegd. Mm-hmm. Ja, ik ben ook vijand van de rente als ik moet betalen, maar het dient soms wel een nut natuurlijk. Ja, het is wel heel infantiel om op deze manier dan, ja goed, misschien is het ook wel goed, want het is sneller afgelopen met hem.